leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag vrijdag en wij gaan voor de tweede keer bij Ivy kijken. Ja. De vorige keer hebben we ook opgenomen. Alleen het punt was dat het geluid het niet deed. Nee. Dus nu moeten we het voor de tweede keer doen. Maar dat geeft niks. Misschien kan je even uitleggen wie Ivy is. Ivy is een 8-jarige merrie. Mara is de eigenaar van Ivy en die heeft bij ons op stal gestaan, bij Middelhof. Daar is ze wel weggegaan ook, toen samen met een vriendin volgens mij. Toen is ze uiteindelijk uitgekomen waar ze nu staat. Ja, ze zag dat Frode met pensioen ging, heeft de video geklikt en zag uiteindelijk dat wij op zoek waren naar een leuk paardje. En toen heeft zij jou een berichtje gestuurd op Insta. Ja, punt is dat Mara die heeft een ontzettend lieve dochter gekregen, maar met een keizersnede. En dan is het best lastig om paard te rijden. Het is ook niet zo heel slim om een paard te rijden gelijk, omdat je buikspieren natuurlijk doorgesneden worden. Dus het leek haar wel een leuk idee dat jij dan een tijdje voor Ivy zou gaan zorgen en rijden. Ja. De vorige keer dat ik op haar heb gereden, dacht ik wel van wow. Het was wel echt weer iets anders. Want ik ben natuurlijk Blondie gewend. Blondie zit echt dik in haar bespiering en alles en nog wat. Dat was gisteren ook. Ik ging op Blondie haar, ik ging per ongeluk tegen haar nek aan. En toen dacht ik echt zo, dit is sterk. En toen heb ik er zo tegenaan gebokst. En dacht ik, wow, ze heeft echt veel spieren. Ze heeft een halfjaartje wat minder gedaan omdat Mara en natuurlijk zwanger was. En daarna een keizersnede gekregen heeft. Ze heeft gewoon een bijrijder. Dus ze is hartstikke goed voor haar gezorgd. Alleen het was wel meer een beetje vakantie dan dat ze echt hard aan het werk moest. En nu leek het voor Mara wel leuk als ze weer aan het werk kon. En dat jij dat zou gaan doen. Ja. Dus het giet vandaag, dat het, nou ja, het stortgiet, het regent. Ze hebben ook een binnenbak. Ze hebben een binnenbak volgens mij ook. Alleen, we gaan nu eerst even Ivy halen, want die staat nog op de wei. Ja. Wel onder een deken gelukkig. En dan ga je voor de tweede keer even op haar rijden. Ja, ben benieuwd. Nou, we hebben er zin in. We zijn weer bij Ivy en bij Mara. De vorige keer dat we waren heeft het geluid niet meegewerkt. Dus we hebben geen geluidmateriaal, wel beeldmateriaal. Dus daar hebben we vrij weinig aan. Dus Mara, zou jij iets willen vertellen over Ivy? Ja, nou, dit is Ivy. Het is een 8-jarige KJPN-merrie van de afstammeling Oscar Metal. Dus dressuur gefokt, maar de hartje ligt bij springen. Ik ken Rebecca en Tess eigenlijk van Manege Middelhof. Toen Tess nog een stuk kleiner was en een stuk kleiner dan mij ook. We schenen nu, ik ben iets groter. En de reden waarom ik Rebecca een berichtje had gestuurd, om misschien Ivy dan mee te nemen. En voor Tess om lekker aan de slag te kunnen met een paard. Is omdat ik was met bevallen van een dochtertje. Dat was door middel van een keizersnede. Dus echt van rijden, dat kan ik zelf nog niet helaas. Vandaar dat ik Ivy heb aangeboden. Dus we gaan kijken hoe het deze keer gaan we rijden. Vorige keer ging het al super goed, maar misschien gaat deze keer nog al wel een stukje beter. Nu in haar stalletje. Ik ben een beetje warm. Het ging best goed. Wel natuurlijk weer wat puntjes waar ik aan kan werken. Ook voor mezelf, want ik vind loslaten echt niet goed. En ik vind loslaten echt heel lastig. Het ging vandaag wel wat beter dan de vorige keer. Ik heb nu zo erg mijn best dat ik er hoofdpijn en rugpijn van heb. Maar ik ben wel heel trots op wat we samen hebben gedaan. Wat vond u ervan, mevrouw? Ik zag zeker een verbetering met de vorige keer, dus ik ben alleen maar enthousiaster geworden.